Mijn naam is Frits Derksema. Ik ben bijna 75 jaar oud. Of jong, hoe je het zeggen wil. Ik ben getrouwd. Ik ben een gepensioneerd bankier. En ik woon in Hoorn. Een stadje ongeveer 40 kilometer ten noorden van Amsterdam. Mijn eerste confrontatie eigenlijk met mijn slechthorendheid was dat ik een presentatie deed bij de bank en waarvan mensen in de zaal zeiden van dat ik arrogant was. En ik was niet arrogant, maar ik had het gewoon niet gehoord. En het gevolg was dat ik mijn werk niet goed kon uitvoeren. Het moment dat Alpha eigenlijk werd geplaatst, dat ik dan dingen kon verstaan die ik niet eerder kon verstaan. Om aan te geven dat deze alfa's gewoon heel goed werken, is dat ik in een drukke situatie, denk aan een restaurant, maar denk ook aan de tennisclub, dat er een heleboel mensen aan het praten zijn, dat je door je te selecteren, te focussen op iemand, dat en het geluid wegvalt, maar dat degene die spreekt toch voor mij verstaanbaar is. Het leuke is met deze alfa's dat ik verbinding kan maken met mijn telefoon en dan kom ik via de app, kom ik zo ook bij de tv. Dan kan ik de instellingen wijzigen, dus dat komt prima uit. Mijn vrouw vindt voetbal niet leuk, ik kan kijken en zonder dat zij er last van heeft. Hoe leuk is dat? Tegenwoordig hebben ze een oplaadsysteem waarbij er tot 3 keer toe met een powerbank zeg maar, de batterijen kunnen worden opgeladen tijdens reizen, als je naar een hotel met een weekend. Dus je hebt geen connectie meer nodig met een stopcontact. En een aantal van mijn tennisvrienden die zijn ook slechthorend. En die vinden het opmerkelijk dat ik zeg maar toestellen draag omdat ze het nooit gezien hadden. Maar nog beter, ze hadden ook nooit gemerkt dat ik hoortoestellen droeg. En dat is de bijdrage van Alpha. Als mensen gewoon in algemeen vragen hoortoestellen, zeg ik gewoon doen. Daar krijg je geen spijt van.